Vanavond in Overtreders valt deze man wel heel knullig door de mand. Oh, there it is. Wordt het onvriendelijk in de metro in Rotterdam? Laat hem even een kaartje controleren, ja. Dan krijg je het. Hij controleert, wat wil je? Laat hem gewoon even werken. Ga niet tegelijkertijd praten, man. Laat hem wat delen, man. En Duitse toeristen moeten in Zeeland wennen aan de Nederlandse sanctiebedragen. You okay? Yes, I'm just a little bit stressed. Okay. We beginnen in onze hoofdstad, waar handhavers Jody en Roes B langsgaan bij een bekende hangplek voor daklozen. Er mag daar geen alcohol gedronken worden en dat staat ook aangegeven. Maar menigeen negeert het verbod. Nederlands, Engels. Meldkamer Korte Prinsengracht. Engels, oké. Alcohol. Don't drink. They just can't. You have one. Alleen je vier hoor, ik hoop je vier. Ja, we reden op de Korte Prinsengracht. Dit is een bekende overlastlocatie voor het nuttigen van alcohol van bekende doelgroepers. Hier zagen we een groepje Poolse personen zitten, welke alcohol aan het nuttigen waren. Do you have a ID card or passport or not? West of the top. Uit de maat? So you have like the papers? Een van de drie zegt geen geopende alcohol bij zich te hebben. De andere twee zijn op heterdaad betrapt. Twee daarvan hadden ook daadwerkelijk geopend alcohol bij zich. We hebben het groepje aangesproken en de twee personen staande gehouden. De ene persoon kwam wel al eerder met registraties uit het systeem en heeft een bekeuring gehad voor het nuttigen van alcohol. En één persoon die kwam nog niet voor in ons systeem, dus die heeft een waarschuwing gehad. En we hebben meneer uitgelegd dat het niet is toegestaan om hier alcohol te nuttigen. Goed, listen, you got a ticket. Voor drinking. Hier. Oh, ticket. Ja? Ja. The card is not allowed. You see the board? No alcohol. You want to give me an explanation? I'm wel oké. Nee? Oké. Here you go. Have a nice day. Deze man gaf aan geen geopende alcohol bij zich te hebben. Maar wat lekt er dan nu uit zijn jas? Are you peeing or what? Yeah, no me. What is that? No me. It comes out your body. What? Look. It's beer. Als je dan snel je blikje wil verstoppen, dan moet je het wel goed doen. Ja, op een gegeven moment zagen wij de achterkant bij de broek bij meneer wat lekken. Dit bleek het biertje te zijn wat meneer verstopt heeft. Hij weet niet eens meer waar hij het neergelegd heeft. It's on the backside of your jacket. In the inside? It's here. It's in. Yeah. Oh, there it is. Oh. Daar komt de aap uit de mouw. En Nina heeft hij het netjes weggegooid in de prullenbak. Ja, meneer weet het waarschijnlijk wel. Het is een bekende overlastgroep die hier zit en ze weten dat ze hier niet mogen drinken. Meneer had de mazzel dat er nog niks in het systeem geregistreerd stond en dat hij dus nu de registratie op zijn naam heeft staan. So you get from me a warning in the system. A warning, no ticket, a warning. But next time our colleagues see in the system you have gotten a warning. So if you do it again, then you can get a fine for it. And that's a waste of your money, you know, don't do that. You can't afford that, so yes? Thank you. Are you okay? Thank you. Can we help you with anything else? No. No? Okay. Very, very, very thank you. Okay. So much for me. And watch out for the water, right? Because you're a bit drunk. don't fall are in. Are you not? Yeah, watch out, okay, you know. Good. You're a bit drunk. Have a nice day. Yes? Okay. Take care, man. Meneer dacht de handhavers te slim af te zijn, maar kwam bedrogen uit. Handhavers geven doorgaans geen boetes voor verkeersovertredingen, maar op Schouwen-Duiverland loopt een proef. Handhavers Albert en Mortaza letten vandaag scherp op fietsers die bellen of appen. Al snel een eerste overtreder. Hallo, u mag even stoppen. Hallo. Hallo. Nederlands. English? Ja. English? Oké. Okay. It's not allowed with the phone on the bike.
Oh, okay. You get a ticket for it. Do you have your identity card or passport? Ja. Wij doen sinds januari 2023 mee aan de landelijke verkeerspilot. Dat betekent dat 5 gemeentes in Nederland aangewezen zijn voor kleine verkeersovertredingen, waaronder de telefoon op de fiets. You don't have to answer the question, but why you are with the phone on the bike? Because we are late and my husband phoned me, where are you? I want to say, we come now. Okay. Nu het toeristenseizoen weer begint, zien wij het wel steeds meer. Begin van het seizoen zagen wij nog veel fietsers zonder licht. Daar hebben we flink op ingezet en nu zien we toch wel steeds meer de telefoon weer naar boven komen. Ook in Duitsland is appen of bellen op de fiets niet toegestaan. Dus mevrouw kan onwetendheid niet als excuus gebruiken. Wat in Nederland wel anders is, is de hoogte van de boete. Onze Oosterburen betalen €25 voor dit vergrijp. Hier ligt dat bedrag ietsjes hoger. De tickets 150 euro. No, oké. It's for you. That's not nice. Very true. Je hebt alles? Ja. Do you have any questions for us? No, I don't have any questions. That's enough for me now. Then you can go to your son. Yes. Okay. Bye. Terwijl mevrouw de hoogte van de boete nog even op zich laat inwerken, gaan Albert en Mortaza weer door. Al snel is het weer raak. Deze toeriste staat nu stil, maar fietste net toch echt met de mobiel aan haar oor. Thank you. You're on the holidays here? Yes, and the mom asked where we are, and I said we are on the bike to... We are gonna take a friend of us and go to the beach. And I told her. Okay. Yeah. And then you saw us? Yeah, and I know it. I know that I'm not allowed. Okay. And that I have to pay something. De tiener lijkt wat aangeslagen door de staande houding. You're okay? Yes, I'm just a little bit stressed. Okay. Shit helps. How much does it cost? My colleague will tell you. Tja, en ook dat wordt geen leuke verrassing. Tickets 150 euro. How much? 150. 150? Yes. Yeah. They will send a letter to your home if you pay. Everything is okay. If you don't agree with it, everything stays on the letter. Okay? Yeah. Any questions for us? No. No? De Duitse toeristen moeten duidelijk wennen aan de Nederlandse prijslijst van het CJIB. Al snel weer iemand die op zijn fiets aan het bellen was. Hoi, je mag heel even stoppen. Ik denk dat je weet waarvoor je moet stoppen. Voor een mobiele telefoon op de fiets. Hoe oud ben je? 10 uur. 14. Ja, dan ga je er wel een bekeuring voor krijgen. Heb je iets bij van identiteitsbewijs of zo? 4 uur zelfs. Ook niet. Staat wat erbij? Helemaal niks. Helemaal niks waar je naam op staat. Nee? Bankpas, schoolpas? Ook niet. Toevallig foto op je telefoon ervan? Nee. Nee? Ja, misschien wel. Kijk even als je wilt. Nee, volgens mij niet. Anders zoek het gewoon op. Geboortedatum? 2023. Ik kan zeggen, als je 2023 dan ben je snel gegroeid voor je leeftijd. Kijk, hij heeft je gevonden. Hoe duur is de bekeuring? Ga ik zo even kijken voor je. Is goed. Sorry. Ja, het bedrag heeft te maken met de gevaarszetting wat het met zich meebrengt. Ja, absoluut. Als je op telefoon zit. Ik kijk ook eigenlijk nooit op de telefoon. Oké. Maar ja, iemand. Ja, ik word gebeld, dus ik nam gewoon op. Ja. Ga de volgende keer dan gewoon stilstaan. Dat is voor je eigen veiligheid, hè? Ja, want dan ben je niet meer gefocust op de weg. Het boetebedrag is 150, maar gezien je leeftijd wordt het gehalveerd. Want binnen een aantal weken krijg je de bekeuring thuisgestuurd. Dan kan je betalen. Ja? Verder nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Nee? Oké. Okay. Fiets voorzichtig dan? Yes, niet meer op je telefoon zitten. Of koop oortjes voor je telefoon. Ja. AirPods. Ja? Yes. Want welke merk had je? Telefoon had je? iPhone, kijk. Kan je AirPods kopen? Ja, ik heb AirPods in mijn zak. Oh, je hebt AirPods? Ja. Doe die in. Vandaag ook rijden. Ja, ik dacht dat vandaag ook niet mocht. Ja, nee, dat mag wel. Dat mag wel. Daar waar de Duitse toeristen even flink moesten slikken bij het horen van de boete, kan deze jongeman toch spreken van een meevaller. Slechts €75.
door naar handhavers Daphne en Johan in Leiden. Zij surveilleren door de gehele stad op de fiets. Dan zijn ze snel en wendbaar. Er is een melding binnengekomen en samen gaan ze maar eens polshoogte nemen. Kom maar. Op de single valt nog mee, daar zie je wel wat... Ja, alleen de witte strepen zie je daar. Strepen. Maar hier natuurlijk op die beschouwing. Hij is en het voorste as, linkerwiel, die is losgeraakt. Dat is die. De pelg is over het hele wegdek gegaan. De trekker die was vanaf de single hier naartoe om steen af te leveren met een laadbak. En die heeft een klapband gekregen. Ja, op zich, dat kan gebeuren. En alleen, ja, toch een heel stuk doorgegeven vanaf de single de hele... Julianus gaat door. Nou, je ziet het hier, is het eigenlijk tot stilstand gekomen in de bocht. De bestuurder die is die pleiten. En het zijn niet van hun. Maar hij is weg, maar hij heeft de trekker ook aan laten staan. De bestuurder was gewoon weggegaan, waarschijnlijk hulp halen. Maar ja, laat hier die trekker gewoon met de motor aanstaan, maakt een bak herrie. En punt 2 is natuurlijk voor in het kader van het milieu niet zo handig. Bolle herrie, man. Mijn collega is nu even aan het vragen daar. Want ja, er moet wel iets gebeuren. Ik heb dat ding even uitgezet. Het scheelt een stuk voor het milieu en de herrie. Ik snap niet dat hij, als hij weggaat, dat hij dat zelf niet even uitzet. En laat er niet een trekker aan staan. Nee, waarschijnlijk is degene die de trekker bestuurd heeft ook de kraanmachinist. Dus die is nu met de aannemer de kraan op aan het halen. Ja. Beetje om dan weer alle spullen. Dat zou een kwartier rijden zijn volgens de stratenmakers die er aan het werk zijn. Ja. Kan dat de stoep te lang zijn, ja. En die vellen gezien? Ja, hier aan de zijkant zie je hem. Ja. Dit heeft gewoon in het wegdek gezeten. Lijkt wel een soort wokkel. Ja, dan ben je lang doorgereden. Dan ben je lang ver doorgereden, hoor. Nee? Ja, vanaf de zeil. Die band is nog maar heel erg. We hebben maar geen klapband gehad. Ik denk misschien te zwaar beladen of te veel aan één kant. Daar zit de... Wat hij mij vertelde was dat hij daardoor reed. Ja. Toen, voor mij was iets op de weg en toen had hij een lekker band gekregen. Ja, maar die band is toch op zich niet lekker. Ik heb geen klapband. Dat hele lager is er afgelopen. Ja, de hele vel van de binnenkant. Ja, de velg. Die is gewoon vast nas. Daar zit nog een trommel op. En dat stalen gedeelte, dat is er afgelopen. Ja, en het is ook niet even een kort stukje geweest. Want mijn collega zegt, de brug daar bij de zeil, dat is echt... ben een kilometer terug alweer. Dus ik denk dat er iets... Ik dacht dat die om de hoek was. Ja, je kan zo het spoor volgen. Het is deze lijn. En dan zie je een witte lijn. Eigenlijk vanaf die richting zie je zo'n witte lijn. En dan bij tot aan die brug. En bij die brug was bij de toplaag van die brug, daar was ook wat vanaf. Dus het is best wel een stuk. Yes? Nee, maar een klapband, dan scheurt die band open. Maar die band is voor de rest goed, alleen die hele binnenbehuizing. De wielenkolom is gewoon helemaal van zijn as afgegaan. Het lange doorrijden heeft dus voor best wat schade gezorgd. Intussen arriveert de tractorchauffeur ook. Hij heeft een kraan opgehaald. Als zeggen, die gaat zijn werk gaan doen en die komt er niet uit, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat u de bestuurder was van de trekker. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Wat was er gebeurd? Een klapband. Ja, sowieso iets hadden we inderdaad al genomen. Alleen nu omdat er redelijk wat schade is, best wel een stuk. Dat gaat geheel over de straat van hier. Ja. Maar ook over het gehele asfalt richting de zeilbrug. Dus dat is nog best wel een stuk terug. Heeft u voor mij niet in tijd? Hij is rijden. Ik noteer veel gegevens wie u bent. Dat in verband met als er enige schade moet worden hersteld, dan kan dat bij u worden verhaald. Dus die gegevens worden doorgestuurd naar de desbetreffende intern bij de gemeente. Dus het kan zo zijn dat er dan nog contact met u wordt opgenomen daarover. Dat toch via het bedrijf? Dus. Ja, nou ja, wat ik zeg, waarschijnlijk dat u een belletje gaat krijgen. Maar hoe u dat dan intern binnen het bedrijf regelt, ik zou het even bij uw leidinggevende aangeven wat er is gebeurd. Ja. Eventueel op papier zetten voor uzelf. Ja. Zodat u dan niet dingen kan vergeten, want die zitten nog vers in de geheugen. En maak eventueel foto's. Ja. Dat u dat zelf ook als geheugensteun moet krijgen. Yes? Ja. Nou, veel succes dan. Ja. Yes? Hou opruimen, ik heb het verkeerd. In ieder geval, bedankt voor de medewerker. Ja, veel succes. Ja.
de bestuurder die ruimt nu zelf alle spullen op. En er wordt een document opgemaakt, een PV van bevindingen. En die wordt doorgestuurd naar de juiste afdeling binnen de gemeente om ook de kosten te gaan verhalen van de schade die ontstaan is aan het wegdek. Terwijl de bestuurder begint met opruimen, volgen Daphne en Johan even het spoor. Het spoor wat er loopt door de trekker en de geschaarde aanhanger, zeg maar, of de beschadigde aanhanger in dit geval, is tot ver na de brug van de Zeilsingel. De collega is daar nu aanwezig. Die heeft ook te horen gekregen van de brugwachters dat ook het brugdek beschadigd is. En dit zal ook hersteld moeten worden en dat levert een enorme kostenpost op. Er wacht dit bedrijf dus nog een gepeperde rekening. Allemaal door een stuk gelopen band waarmee te lang is doorgereden. De avond is gevallen over Rotterdam. De stad waar RET-handhavers Melvin, Remy en Remco controleren in de tram. Bedankt. Hoi, goedavond. Mag ik je kaartje even controleren? Dankjewel. Fijne avond nog. Ja. Iedereen is keurig ingecheckt. Nou ja, bijna iedereen. Je checkt hem nu pas in. Dat is niet goed. Nou, ik dacht dat ik had ingecheckt. Nee. Ja, dan heb ik vreemd nieuws voor je. Dan ga je daar wel een bekeuring voor krijgen. Heb je een identiteitsbewijs bij je? Ja, tuurlijk. Oké. Heb ik ingestapt heel snel. Oh. Ja. Nou, ik denk, kijk even mee. Als die uitcheckt, dan is het goed. Nee, maar... Toen zal ik inchecken. Ja. Maar even wachten. Ja, moet je inderdaad wel weer uitchecken. Hij. Als ik de bekeuring naar huis opstuur, dan is die €54. Ja. Je mag hem ook gelijk betalen, dan is die €40. Ik betaal gelijk. Oké. Okay. Even kijken. Ja. Als ik dat nog aan vrienden. Ik was aan het achter dingen. Ja, ik pak hem wel hoor. Dankjewel. Ja. Kon je bijna niet meer pinnen? Nee. Even wachten. Even wachten. Ja. Ja, kijk maar. Ik kan gelijk betalen. Ik ga het even zeggen dat... Op mijn rekening en zo. Is goed hoor. Dan ben ik gelijk vanaf. Ja, precies. Ja. De bankrekening moet even gespekt worden, zodat de sanctie direct vereffend kan worden. En dat scheelt dan toch weer €14 dan als meneer ervoor had gekozen om de boete op te laten sturen. Yo lo doy de personal. Ahora mismo que me tienen los controles aquí. Está bien. Ciao. Doe ik zo. Gaan ze het regelen? Ja, ja. Oh, okay. Mijn zus. Oh, kijk. Nou. Dat is fijn, dat scheelt toch weer een paar centjes. Ja, toch? Ja. Ik zal je identiteitsbewijs vast teruggeven. Wel, ja. Kan dat niet fout gaan? Ja, dan ben ik nog ver van huis. Ja, precies. Het overmaken laat op zich wachten. En dus... Nou, laat het gewoon thuis sturen dan. Want, ja? Ja. Dat is goed, dan kan jij weer in de volgende tram stappen. Ja, want ja. Ze zeggen dat het overgemaakt is, maar ik spin het. Nee. Ja, misschien dat er al een storing is bij die ING. Of, ja. Ja. En normaal is dat meteen. Ja, inderdaad. Ja. Nou, je krijgt van mij zo meteen een kaartje mee. Dat is 2 uurtjes geldig om op verder te reizen. En er staat op uitgelegd hoe je de bekeuring kan betalen. Ja. Dat, Maar je kan ook gewoon wachten tot die wordt opgestuurd. Aha. Daar staat het nog een keer op uitgelegd. Ja. Ja? Is goed. Dus voor jou in ieder geval bedankt voor je medewerking. Ja, man. Tot een fijn weekend. Ja? Ja, oké. Ja. Daar waren die biertjes toch? Ja, dat snap ik, ja. Tot ziens. Nou, hey, werkster. Hoi. En zo wordt het dus toch de dure variant van €54. In de metro stuit Remy al snel weer op niet ingecheckte reizigers. Nee, niet met deze kaart. Misschien heb je een andere kaart bij je? Nee. Deze kaart is niet ingecheckt, dus het houdt in dat u daar wel een keuring voor krijgt. Maar het is wel saldo toch? Hij kan wel inchecken toch? Ja, er staat wel saldo op, maar als je hem niet incheckt, dan is hij niet geldig. Ja, maar hij is hier net ingestapt. Ik stap bij deze halte in. Jullie zaten onder metro. Ja, klopt. Maar hij is sowieso vergeten. Ja, dat kan gebeuren. We hebben allemaal gecheckt. Ja. Het houdt in ieder geval in dat u daar wel een bekeuring voor krijgt. Die kunt u gelijk afrekenen door middel van PIN. Dan is het €40. En anders is die €54 die thuis gestuurd. Hoeveel? Sorry? Ik heb weggecheckt. Niet met deze kaart. Dus je kunt het gelijk pinnen. Ik weet niet of je dat wilt. Of het mogelijk is. Het is wel goedkoper. Ja, haven. Dan... Nee? Dan wil ik even jouw paspoort of identiteitsbewijs. Dan krijg je een bekeuring. Als je het niet doet... Dan betaal je €40. Als je straks doet, €56. Beter als je niet gaat... Heb je echt gecheckt, toch?
Daar hebben we het over gehad. Het houdt in dat je bekeuring krijgt, hè? Omdat die kaart is niet ingecheckt. De sfeer wordt wat geïrriteerd. Een medereiziger wil nu ineens weglopen. Deze jongens zijn al niet gecontroleerd. Geef mij ook hier, jongen. Bewezen. Laat hem even dat kaartje controleren, ja. Dan krijg je het. Hij is controleren, wat wil je? Laat hem gewoon even. Ga niet tegelijk te praten, man. Laat hem. Het zijn wat delen allemaal. Ik kom kanker, man. Hola, dit. Is dat klaar? Nee, nog niet. Maar er toch uit? Tuurlijk niet. Oh, ik ga naar de tuurlijk niet. Ik weet niet wat je. Wat je adres? Waar je ingeschreven staat. Wil je nog een reden opgeven waarom je niet bent ingecheckt? Meneer, ik heb hem gecheckt. Hij is ingecheckt. Okay. Het komt omdat zijn OV. Ja, even loslaten. Oké. Is zijn OV, niet jouw OV. Hij mag niet zomaar loslaten. Meneer, Rusjevelen. Nee. Rusje wel een check-up. Nee, waarom sta je? Nee, dat is wel bro. Rusje wel een. Geen kaartje voor. Ja, sorry. Hij wil graag nu betalen. Die. Je wil wel nu betalen? Ja. Oké, dat is mogelijk. Heb je een pinpas bij je? Moet wel met pinpas. Pinpas? Tuurlijk heeft hij pinpas. Ja. Dat is een mooie tasje. Dat is een mooie tasje. 4 jaar gaan daarop. Zo maar even doen. Even rond. Je krijgt een kaartje van de gemeente, die is nog 2 uur geldig. Dan kun je je reis mee afmaken en bewijzen dat je betaald hebt. Goed, een hele fijne avond nog. Het werd wat opgefokt, maar met frisse tegenzin werkte de heer uiteindelijk toch mee. In Amsterdam zijn handhavers Jody en Roes B op een missie. Er wordt gezocht naar iemand. We hebben een melding gekregen vanuit de meldkamer dat er een overlast persoon zou zijn op een locatie die daar aan het wildplassen is en mensen lastig aan het vallen is. De betreffende man wordt al snel gevonden. Hi man. Hi. Nederlands? Sorry. Kan je Nederlands? English, please. English. Oké, okay. We get a call that you're disturbing the order here. That you're peeing against the doors on people, you're disturbing people who is living here. Me? Yeah. No, that just is just make a beer, smoke a bit of cash. Do you have like an ID card or passport with you? No, but you can check me. Yeah, but I want to show sure. Yo, Bielski Przemysław. Who? Do you don't have papers? No, because not in your pockets? Stolen my papers, so I'm here. And can you empty your pockets for me? Yeah, of course. Like empty it and put it there. Beer. Yeah. You have papers. Yeah, precies. Dacht ik ook. Ja, thank you. Zonder persoon, jongen. Pockets. Ah. Dit is leuk. Gebiedsverbod. Wanneer is je uitgeschreven? 24 maart. Dus, ja. Toch? U mag van 25 maart tot en met 24 april. 2023. Ze mogen nu naar waar? Welke locatie? De kaart. Ja. So I'm sitting here because... In het gebied. Hier. Ja. Een gebiedsverbod betekent dat het een verordening is namens de gemeente. En dat wordt ondertekend door de burgemeester. Omdat hij een maandverbod geeft. Dat betekent dat hij een maand niet in een bepaalde omgeving mag zijn. En in dit geval is het het hele gebiedscentrum. Dus stand under arrest. Ik heb put turn around. Turn around. Yep. Fetch rounds. You're in an area where it's not allowed for you to come. So for that reason, you are arrested. You understand that? Yes, but here is... Put your hands on your back. Waarom? For what? Because you stand under arrest. You cannot be in the center. You have the right to remain silent. You have a right to have a lawyer in your own cost. Is that right? You understand your rights? Yeah? Even. Do you understand your rights? Yes. Good.
Can I take my beer? No. Je krijgt zoiets door overlast te plegen, door overtredingen te maken met overlast. En dan krijg je uiteindelijk een 24-uur verbod van de politie. En dat stapelt zich dan zo vaak op. Dan heeft hij het vaker gehad. En dan wordt hij meegenomen in een briefing en overleg bij de gemeente met overlastpersonen. En dan kan er een bestuursmaatregel besluit worden genomen om een gebiedsverbod op te leggen van een maand. En als hij die weer een paar keer overtreedt, dan wordt het verdubbeld. En dan kan het oplopen tot aan een jaar verbod. You could not be in the center. It says on the paper, but you're still here. That's why you stand under arrest. Do you know? But it's not center. I said special out. Yeah, but this is from the center, city center. You cannot be here. Ja, meldkamer, ik sta op tussen de boogtroost van perceel 17. Ik wil graag eenmaal koppeltje arrestant op voertuig plaatsen voor een aanhouding. Artikel 184 over. I have a leukemia. I'm very sick. Okay. We gaan just walk and sit for a moment. But right now you stand on a risk. You're gonna go to the police station and then we're gonna put you in jail. You understand? Yes. Okay, good. Meneer zegt ziek te zijn, wat ook erg vervelend is, maar het gebiedsverbod kreeg hij niet voor niks. Al snel arriveren collega's. Hij werd opgehaald door de arrestantenvervoer vanuit ons. Dat heeft te maken met de pilot die wij in Amsterdam hebben. Dan wordt hij meegenomen indien hij meewerkt is en geen geweld is gebruikt. Don't worry. Ja, relax. Don't do nothing wrong. One beer. Het gebiedsverbod heb ik in zijn zak gedaan, dus... Ja. Is je er klaar voor? Ja, ik denk het. Ja. De man is verteld waarom hij mee moet, maar dat kwartje lijkt nog niet echt te zijn gevallen. Denk jij hem vast? Going to arrest for one beer? No, it's that you are in a forbidden area. It's not for the beer. Een huisnummer hier? 19. Okay. Als al het papierwerk is gedaan, kan meneer mee. Een rechter zal bepalen of de man een geldboete of een celstraf zal krijgen. Op het Buitenhof in Den Haag wordt er flink verbouwd. Bouwbedrijven mogen daar parkeren mits ze een ontheffing hebben. Handhavers Roy en Henk gaan eens kijken of iedereen zijn zaakjes op orde heeft. 1-11-2023. Deze. Ik ga toch even goed kijken. Deze bus heeft geen ontheffing. En ineens is daar de bestuurder. Telefoon. Even? Nee. Ik ga hem gelijk weghalen. Ja, maar je gaat hem wel van me krijgen, helaas. Nee, hoor, ben je erin? Ja, ik ben heel serieus. Ik ben er 2 minuten. Dus laat ik beginnen met goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe maakt u het? Goed, man. Dat is mooi. Hey, had jij een rijbewijs bij je? Want dat wil ik graag wel even zien als mag. Rijbewijs? Ja. Mijn collega is Benay, de eigenaar van die bus. Ja, oké, maar goed. Jij weer gaat hem wegzetten, ja, maar, zeg je net. Ja, oké, sorry. Oké, maar je... Ik kom gelijk even spreken van... Dat begrijp ik, maar het volgende. Er wordt hier al heel enige tijd overlast ondervonden. Er wordt hier al enige tijd overlast ervaren van het feit dat die voertuig geparkeerd staat. Ik dacht hier hoor, ik kom hier alleen materiaal in. Ja, maar goed. Ik wist het ook niet. Nee, oké. Maar die borden die de borden waar u daar binnenkomt, zijn heel duidelijk. Dat je daar mag laden en lossen en voor de rest niks. Ik ben voor dat gekomen. Ja, maar goed. Dat is tot 11:30. Tot 11:30. Daarna moet je of alles... Na 11:30 mag je niet komen lossen. Na 11:30 mag je nog wel komen laden en lossen, maar niet hier meer binnen het voetgangersgebied. Nee hoor, kan toch niet? Ja. Het is wel hoe het is. Dan zijn allemaal voor niks hier, toch? Nee, want die mensen hebben allemaal niks een ontheffing geregeld. En die heeft u niet. Ik heb nog wel even uw rijbewijs nodig. Waarom van mij? Omdat u de autoweg wilde gaan zetten. Dus, heb ik gereden? U bent de bestuurder, de bus. Ja. Dan wil ik graag uw rijbewijs hebben. Dat vind ik ook prima. Wil jas? Dat vind ik ook prima. Ik zal het u ook even vertellen. U staat in een voetgangersgebied en laden lossen, dat vinden wij prima. Maar dat mag maar tot 11:30. Oh. Tot 11:30 heb je hier alle tijd om te laden en te lossen. En daarna willen wij alle voertuigen hier weg hebben. Ja, hij zegt Bas niet. Wat zei u? Hij zegt Bas niet. Ja, maar ja, goed, ik ben er, dat is ook niet denk ik aan de baas. Dat is denk ik ongeveer een half uurtje nog te wachten. Wat zei u? Ongeveer een half uurtje te wachten. Ja, oké, maar goed. Ik kom hier aan. Het is nu ondertussen 14:30. Nou, als het 14:30 is, dan is het
heel lang geleden al... Ga je hem losmaken, ja? Ga je naar de weg. Ja, oké, okay, maar goed. Nu. Ja, maar ik kom hier aan en er is hier niemand. Dus het is onmiddellijk laden en lossen, dus u gooit je spullen eruit en dan mag u weer weg. En dat mag tot... Nee, ja, wacht even. En dat mag tot 30:30. Ja, ja. Oké, okay, maar wij gaan toevallig naar binnen. Ja. Wij gaan toevallig naar binnen. Maar en dan kom jij hier aan. Ja. Jij schrijft een boel. Hoe kunnen we weten dat jij hier staat op? Omdat het... Ja, omdat je maar tot 11:30... Ik kan mijn deur per se open laten. We hebben al een tijdje daar gestaan. Dus deze auto staat al even een tijdje. We gaan verder gewoon niet de discussie aan. U mag tot 11:30 hier laden en lossen. En daarmee is het gewoon klaar. Goed, meneer, dan ga ik hem afmaken. Bent niet tot antwoord verplicht. Wilt u nog een verklaring afgeven? Meneer, wilt u nog een... Bedrijf. Ja, het is een bedrijfsbus? Ja. Oké, okay. Maar dat is ook uw verklaring? Ja. Oké, okay. Is een bedrijfsbus. Is een bedrijfsbus. Niet van mij. Niet van mij. Ga naar wij zitten. Niet van mij. De bekeuring, die bedraagt 110 euro. 110? 110. Met de vraag of u hem nu gelijk weg wil halen. Want u staat nog steeds binnen voetgangersgebied. Ik wil u dan nog wel de mogelijkheid geven om wat erin ligt om dat eruit te halen. Maar daarna mag u hem weghalen. Hij zegt, jij ligt niet, hè? 110. 110? Ja, 110, ja. Geef je tenminste een korting erbij. Ja, nee, die... Dat is Bosman. Ja, maar we staan niet op de markt, hè? We staan niet op de markt. Die is voor u. Over enkele dagen ontvangt u autogirekaart thuis op de maat. Ik heb het betaald, hè? Oh, maar komt hij op die rijwijs? Ja, hij komt... Nee. Ja, jawel. Nee. Hij komt bij u thuis. Het is toch een bedrijfsauto? Ja, bedrijfsauto. Ja, dat mogen jullie met de baas uitgezoeken, wie dat gaat betalen. Maar hij komt bij u thuis. Politie toch beslissen? Nee, daar gaan wij niet over. Op het moment dat wij de bestuurder aantreffen, zijn we verplicht om de gegevens van de bestuurder op te nemen. Ja, dat is echt de eerste keer, hè? Nee, okay, nou ja, goed. Dat is echt wettelijk geregeld. Hier op de Den Haag, toch? Ja, de Adderland, toch? Als u verder geen vragen heeft, dan wil ik het hier graag belaten. Mag u de spullen eruit halen die eruit moeten en daarna mag u uw bus plaatsen. Zullen we dat afspreken? Ja, jij hebt het niet. Wat zei u? Ja, jij hebt het niet. Oké, okay. Nou ja, goed. Ik ga u een hele fijne dag wensen in ieder geval. Ik ben betaald, hè? Hij past niet. Nee, maar goed. Dat mag u met de baas uitzoeken. Ik bedoel, ik ga er niet over wie er gaat betalen. Ik ga er alleen over wie de bekeuring uitschrijft. Dat ben ik. Ja, hij zegt Bas is Bos. Ja, is prima. Ik ga u een hele fijne dag wensen. Meneer is niet blij en de baas is boos. Met een ontheffing had dit allemaal voorkomen kunnen worden. Als handhaver heb je elke dag weer met andere mensen en situaties te maken. De een is helemaal oud, de ander neemt de benen. We hebben deze aangehaald. Meewerken. En sommigen houden ervan om heel onvriendelijk te doen. Je bent gewoon een boaertje. Meer ben je niet. Ik ben een boa. Nou, precies. Ik ben een handhaver. En ik doe mijn vak. Maar dat geldt allemaal niet voor deze man. Oh, goeiedag allemaal. Ben je wel een beetje in de openbare... Nou, mijn excuses. Ik heb een leuke dag en het gaat allemaal kits en kits. Ja. Ja, maar je valt ook mensen op een scooter lastig en je bent aan het schreeuwen. Dat is niet waar. Jawel, maar mevrouw, dat is niet waar. Zijn mijn gabbers en zijn mijn gabbers. Nee, en jij nu? Ik val niet meer lastig. Ik heb een identiteitsbewijs van je. Heb ik lekker niet bij me. Heb je niet bij je? Heb moet je iets een bitterbal? Nee, dank je. Ik wil geen bitterbal. Ik ben Brian. Ik ben Harding. Ja, we liepen op het Waterloopplein en hier zagen we een persoon openbare dronkenschap plegen. We zijn ter plaatse gegaan en hebben meneer aangesproken op zijn gedrag. Maar we doen ons best. Doen jullie ook je best, hè? En God doet de rest. Nee. Pak me dan, als je kan. Ja. We wilden ook even meten wie meneer was, dus we hebben zijn identiteit vastgesteld. Meneer Bengeling, wat is uw achternaam? Bengeling, even denken. Dubbele A. Ja. Kan je dat onthouden? Dubbel A en dan? Haha, is hij weer vergeten. Pak hem dan. RDING. RDING. Wat je me nou traf van begrip, hè? Zo toch? Dat is een vee. Hey, koekenpan. Sorry. Ja, mijn naam is geen Kori. Abding. Dat is klopt. Ja, dat heb jij. En je voorletter is gewoon... Brian. Ja, kijk, je komt eruit. Bengeling. Nee. Dat is leuk, joh. Ik vind je allemaal leuk, hè. Vind je mij ook leuk? Samen kontje, kom maar. Wat nou? Ik kom eraan. Jawel, ik heb bodyguard om me heen en dan. Dikke man.
meneer kwam nog niet voor in ons systeem. En we hebben hem dus een waarschuwing op naam gegeven en weggestuurd van de locatie om de overlast te stoppen. Ja, nee. Die de registratie heeft gehad, krijgt u mij nu een waarschuwing als u ook rustig blijft. Is dat zo? Ik ja? ben toch rustig? Ja, maar niet zo. Alleen een beetje vrolijk. Vandaag ben ik vrolijk. Zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. En het mag niet. Pingeling. Moet je kijken. Haha. Meneer is geen onbekende van deze show. Hij kwam al eens eerder voorbij toen hij gesnapt werd met een blikje bier. Toen was er als afsluiting een kort optreden. Ik hou van Amsterdam. Schijf van de kant. Blijf met je poten van Amsterdam. Amsterdam is mijn stad. Vroeg was hier het politiebureau. Jullie hebben geen ideeën. Jullie komen net kijken. Stilletje, jongens. Dat maakt zijn eigen rit. Van de straat. Wat was dat? Nee. Houdoe. Vorige keer heb je toch ook gedanst en een show gegeven in die camera. Was dat die camera? Ja, dat was die camera, man. Ja. Nee. Dat zijn we er weer, hè. Goed, wat gaan we doen? Poepen in de oude schoen of meenemen of een boete? Zeg het maar, ik ben er lekker klaar voor. Poen en boezat. Even kijken, kunnen we even aflossen? Ik heb 5 uur en een paar muntjes. Maar toch wel, even kijken. Aha! Pingeling, ik heb mijn pinpas bij me. Nou, weet je wat hier... Meneer is vrolijk en heeft geen enkel kwaad in de zin. Hij krijgt een waarschuwing, want beschonken op straat zijn is niet de bedoeling. Als meneer nogmaals in dronken toestand in het openbaar is... dan kan hij een boetebedrag van €100 krijgen. En hierbij komt nog €9 administratiekosten. Spreek het volgende met me af. Fix volgende keer een ID-kaart. Dat scheelt heel veel tijd. Nou, jullie kennen mij dus. Ja, weet ik, maar dat is mag veel beter. Gaan? Ja, dan mag je nu gaan. En gedragen, hè? Niet meer schreeuwen. Rustig aan, meneer. De ballen laten lekker niet vallen. Ze doen het als je doet. Nee. Ze willen ook mijn pakken, Pingeling. Pak me dan, als je kan. Stilletje, koekenpan. Genoeg. Draai aan lopen, anders word je aangehouden. Nou, ga lekker lopen voor je, hoor. Met een waarschuwing op zak mag meneer lopend zijn weg vervolgen. Pingeling. Door naar handhavers Roy en Henk. Ze hebben vandaag extra hulp van een collega. We werken in Den Haag ook met collega's en burger. Die doen voor ons vooral het spottende werk. Dat uiterin zijn zien iets. Roepen ons eventueel bij als ze het nodig vinden. Als je helemaal recht doorfietst, ja. Heel even de speeltuin. Ja. Dan daar rechts, daar zit ja. met een lager bier. Ja. En als je gelijk rechts gaat, het tweede bankje volgens mij, zijn er 2 mannen, die hebben ook lager bier. En op die manier kan je de grote overlast die de mensen ervaren binnen de stad, drinken, blowen, plassen, bedelen, noem maar op, kan je heel daadkrachtig aanpakken. Omdat je op die manier, ja, als ze een uniform zien, ja, dan stoppen mensen vaak en dan gaan ze gewenst gedrag vertonen. En op die manier niet. Heren, goedemiddag. Hoe is het? Wereld. Wereld zelfs. Dat biertje. Die is van mij. Die is van u? Heeft u van mij een identiteitsbewijs? Het is u bekend dat u hier geen alcohol mag drinken? Ik weet het allemaal niet, hoor. U weet het allemaal niet? In het hele centrum? Ik weet het niet, klaar. Daar mag geen alcohol gedronken worden? Dat weet ik nou, zo'n blanke hand wel. Oké. Ik neem dat biertje mee. U gaat er wel bekeuring voor krijgen, hè? Ja, schaar maar en weg. Zouden er eigenlijk meer moeten zijn? Uiteindelijk bleek er nog 1 meneer over. Voor mij in ieder geval geen bekende meneer. En ja, die zat inderdaad met alcohol. Nou ja, dat merkte hij ook wel. Had ook al aardig wat op. Gaf ook toe dat het blikje van hem was. Wat kost het nou weer? Ik ga even kijken. Uit mijn hoofd is dat €100. Ja, dat is een makkie. Een makkie? Ja, ik vind een hoop geld, toch? Ja, ik wou net zeggen. Ja, maar jij bent toch van een handhaving team? Ik niet. Mijn collega heeft besloten daarop een keuring aan te schrijven. En met het verstand erbij dat ja, als deze meneer hem gewoon wegstopt en dan zijn weg vervolgt, dat er dan niks meer aan de hand is. Ja, wat moet ik... Ga je hem weggooien? Ik maak even een fotootje ervan. Oh,
Alweer? Ja, je mag hem dadelijk zelf weggooien. Nou, ik drink het gewoon op. Ja, dan moet je hem wegstoppen in je jaszak. Ja, dat is zeker niet. Oké, zijn we het daarover eens? Oh. Keuring voor het drinken in de openbare ruimte is 100 euro. Stop biertje even weg voordat je dadelijk in de verleiding gebracht wordt om een slok te nemen. Hey, mag ik één slokje nemen? Nee. Zolang ik hier sta niet. Meneer is een bekende van Roy en Henk. Op een andere locatie is alcohol wel toegestaan. Als hij daarheen gaat, mag hij zijn biertje daar opdrinken en hoeft hij hem voor deze keer niet leeg te gooien. Na alle waarschijnlijkheid gaat meneer de bekeuring niet kunnen betalen. Dat wil niet zeggen dat meneer ongestraft wegkomt. Uiteindelijk gaan we een soort dossier opbouwen tegenover de beste man. Wat inhoudt dat hij op een gegeven moment een gebiedsverbod krijgt. En als hij dat gebiedsverbod overtreedt, krijgt hij daar andere bekeuringen voor. En daarmee hopen we in ieder geval dat de overlast, om aan te dringen dat de overlast zo enorm is, dat ze hem een hulptraject aan kunnen bieden. Want uiteindelijk, als hij het gebiedsverbod overtreedt, komt de bekeuring als signalering te staan. En die bekeuring die moet hij op een gegeven moment uit gaan zitten. Ik ga hier niet meer bier drinken. Man. Heel goed. Dus als ik dadelijk langskom, zie ik geen bier? Hey, luister. Ja, in mijn zak. Ja, maar dan ga ik niet kijken. Het heeft wel degelijk nut om meneer in de gaten te houden en daar waar mogelijk te bekeuren. Nou, meneer Van den Berg, fijne dag verder. Kost het niet nou weer? 100 euro. 100 euro? Ja. Kom alleen een tikje. Nou, fijne dag nog verder. Dit was het voor nu. Tot de volgende keer.